Maar wat ik in ieder geval eventjes wou laten zien. En dat terwijl we hier op de hotelkamer eventjes de verwarming er zelfs bij aan hebben gedaan. Niet omdat het hier natuurlijk koud is, maar wat je wel hebt is als je buiten loopt in de regen en je komt dan in die airco. Nou, de Florida gangers die weten dat wel. Dan kun je het in één keer zo koud krijgen. Dus dat hadden wij zelf net ook eventjes. Zoals ik zei, wij gaan dus morgen gaan wij naar Walt Disney World. Gaan we morgen vroeg, gaan we zo snel mogelijk gaan we daar naartoe. En dan gaan we naar Animal Kingdom. Dat is namelijk de reservering die wij hebben voor onze eerste dag. En dat hebben we eigenlijk ook alweer bewust gedaan. Zodat als we dan morgen, want Animal Kingdom is namelijk niet zo heel erg lang geopend. Tot maximaal 7 uur. En als we daar dan uit zijn, dan gaan we nog even gauw naar de Walmart. En wat we dan van plan zijn is om in ieder geval eventjes wat dingen voor het ontbijt te gaan halen. Zodat we gewoon in Walt Disney World zelf ons eigen ontbijt kunnen maken. En we zitten te denken aan iets van kwark met wat muesli of dat soort dingetjes. Dus gewoon simpel, maar dan kunnen we in ieder geval ons 's morgens gewoon redden. En als we dan het park ingaan, daar zijn we dus net eventjes voor bij de Dollar Tree geweest. Onder andere bij de Dollar Tree hebben we van alles en nog wat meer genomen. Dat zal ik eventjes laten zien. Onze Walt Disney World voorraad. En onze bedoeling is dus als we 's morgens ontbijt hebben gehad, dat we dan ons de rest van de dag een beetje kunnen redden. En dat we dan 's avonds gewoon ergens in het park waar we op dat moment zijn gaan eten. Maar dan hoeven we in ieder geval niet de hele dag gebruik te maken van ja, alle restaurants of alle. Dus dan kunnen we ons een beetje redden. Dus maar ik wil in ieder geval eventjes laten zien wat we allemaal een beetje mee hebben genomen. En dat is nogal wat. Ik zal het even laten zien, want ik heb het alvast hier een beetje op het bed neergelegd. Dit zijn de Halloween tasjes van gisteravond. Die laat ik zo ook nog eventjes zien wat we daar allemaal van hebben gekregen. Maar in ieder geval om mee te nemen het park in. Hebben we hier een doos met cakejes. Cake King Cinnamon Crumb Cake Bites. Nou ja, dat is wel handig natuurlijk als je dat een beetje tussen de middag of ja, dat, allemaal van die voorverpakte koekjes of cakejes. Als je dan in het park bent, dan is het heel makkelijk als je in een wachtrij staat of ja, noem maar op. Nou, even gewoon een cakeje erbij en we kunnen weer een tijdje verder. Dan is dit eigenlijk een beetje hetzelfde idee, maar dan in brownie vorm. En er zitten de, trouwens in die andere ook zitten de 8 in. Dus daar hebben we er dan 16 van. En we hebben natuurlijk 8 dagen, dus we moeten ook wel een beetje voorraad hebben. Nou, dan hebben we hier de Pecan Twirls. Dat zijn rolletjes. Ik ruik het hier gewoon al. Een beetje kaneelachtig. Maar het zijn in ieder geval ja, ook iets van koeken. Ik weet trouwens niet of die apart verpakt zijn, maar dat komen we later wel achter. Maar het is gewoon hartstikke handig om mee te nemen straks het park in. Nog eentje, daar hebben we er 2 van meegenomen. Dan hebben we hier de fudge cookies. En die zijn gevuld met pindakaas. En pinda's leek ons ook wel erg lekker. De oven-baked fudge covered cookies. Eigenlijk allemaal dus verpakt. Spul gewoon heel handig om mee te nemen. Deze zijn ook dan wel weer handig. Die hebben we in de vorige vakanties hier in Amerika of voornamelijk Florida ook altijd wel bij ons gehad. Dat zijn van die Pop-Tarts. In dit geval wel een ander merk. Maar ja, goed, het idee is hetzelfde. Dus die zijn ook wel heel erg lekker natuurlijk om in het park in de tas mee te nemen. De Toastem pop-ups. Dan hebben we een aantal van die rollen met gewoon normale chips zit erin. Nou, als je dan 's avonds klaar zit voor bijvoorbeeld Happily Ever After, voor het vuurwerk. Als je dan zo'n rol bij je hebt, kun je nog een paar chipjes eten. Dus dat is ook wel handig. Daar hebben we er 4 van meegenomen. Beetje veel, maar goed. Zoals ik al zei, we hebben 8 dagen. En ja, nou ja, het hoeft ook niet op. Dan komen we bij het volgende. Dan hebben we hier de oatmeal cookies. Volgens mij staat havermout.
En die zijn iced. Oftewel, dan zal er wel een suikerlaagje overheen zitten. Maar goed, ook wel handig dus. De iced oatmeal cookies. Dan hebben we hier, dat heet de Rich and Creamy Minis. Oogde voor mij een klein beetje als Oreo. Zijn ook allemaal weer voorverpakt. Volgens mij zijn het 10 pakjes met van allerlei verschillende soorten smaken. Ook weer met kleine koekjes wat erin zit. Ook weer super handig om mee te nemen het park in. Oei. Nog een Pecan Twirls Sweet Rolls. Hebben we er dus 3 van meegenomen. En als laatste hebben we hier oatmeal cookies. Hartstikke leuk, hè? Van het merk Little Dutch Maid. Nou, dat ziet eruit als Zeeuws meisje. Helemaal in de hoek op de verpakking. En dat zijn ook weer havermout koekjes. En dan als laatste wat we ook nog mee hebben genomen, want hadden we in vliegtuig mochten we daar natuurlijk niet zo heel veel van meenemen. Tandpasta. Nou, daar heb je ook wel nodig, al die koekjes trouwens, besef ik me nu. Maar onze mini tandpastaatjes, die hebben er nog eentje van, maar die gaan natuurlijk best wel snel op. Dus even tandpasta ook meegenomen. Nou, dan ga ik dit eventjes weer terug doen. Dan ga ik de Halloween tasjes erbij pakken. En dat moet ik echt eventjes allemaal neerleggen. Dus dan kun je zien wat wij gisteren allemaal hebben gekregen tijdens Mickey's Not So Scary Halloween Party. Dat is echt niet normaal. Ik zal even een selectie van alles wat we hebben gekregen zal ik laten zien. Dit is iets van een meergranenkoekje. Starburst. Gisteren al eentje van gehad en dat leek wel een beetje op Fruitella. Nou, daar zitten er heel veel van in. Dan hebben we hier de Skittles, bekende gekleurde snoepjes natuurlijk, met harde buitenkant. Mini Twixjes. Deze hebben we gisteravond tijdens de party hebben we ook al gehad in een zakje. Dit zijn eigenlijk hetzelfde als de gewone Skittles, maar dan zijn ze zacht aan de buitenkant. Ook weer Skittles, maar dan Wild Berry. Nooit van gehoord. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk normaal gesproken zelf ook eigenlijk bijna geen snoep eet hoor. Maar ach ja, hier is het wel leuk en het is vakantie natuurlijk. Dus, en we hebben het allemaal gekregen, dus daar moeten we ook maar lekker gebruik van maken. Nou, wat heel veel tussen ligt is M&M's, volgens mij in allemaal verschillende soorten. In dit geval zijn dit de pindakaas M&M's, peanut butter M&M's, deze, de fudge en brownie. Milky Way Mini. Ja, zoals je ziet, het is echt een heel pakket. En uiteindelijk zal ik proberen de aparte dingetje even te laten zien. Want voor de rest hebben we natuurlijk heel veel dubbel. Deze had ik al laten zien, trouwens de Fudge Brownie. Mini Snickers. Twixjes. Deze heb ik ook nog nooit eerder gehad, de Milky Way Salted Caramel. Liggen er ook meerdere van in. We haalden hier zo al een stuk of 5 uit. Hier nog zo'n meerganenkoekje. Dit zijn allemaal Starburst snoepjes die ik dus net ook al had. Deze niet natuurlijk. Deze wel. Oftewel, dat kwam mij heel bekend voor in ieder geval als Fruitella. Daar leek het op. Ik zie hier nog een aparte M&M's. Kijken wat dat is.
Oh nee, die heb ik ook al gehad. Dat is de peanut butter. Oftewel pindakaas. Milky Way. Die heb ik volgens mij ook al wel gehad. Iets grotere Milky Way. Nee, deze hebben wij volgens mij nog niet gezien. De fudge brownie. Het is gewoon dezelfde als die ik daar ook al had. Deze. Maar dan is het gewoon een grotere verpakking. Ja, dat is het. De fudge brownie. Nou, heel veel Skittles. Milky Way Salted Caramel, die had ik net ook al. Nou ja, ik kijk er maar eventjes zelf overheen. Het is volgens mij uiteindelijk allemaal een beetje meer van hetzelfde. De Starburst. Nou ja, dat is in ieder geval wat wij een beetje gisteren hebben gekregen tijdens de party in het Magic Kingdom. Dit zijn dus de koekjes die ik eerder liet zien. De koekjes en de verschillende broodjes en de brownies en noem maar op, chips. Gaat dus allemaal mee dit morgen. Nou, dan hopen we eigenlijk dus na het ontbijt, hè, tussen pakweg 10 uur en een uur of 4, 5 voordat je gaat eten. Hopen we ons toch te kunnen redden. En ons kennende, als de vakantie over is, zal er nog wel genoeg over zijn. Want we hebben zelf ook nog een hele tas vol met andere muesli-repen die Marloes allemaal had meegenomen van huis. En daarnaast flesjes Cola Zero hebben we ook allemaal al klaar liggen. Nemen we ook mee, dus dan hoeven we ook in het park niet altijd maar gebruik te maken van de winkeltjes om daar alles te gaan kopen. Maar dan kunnen we ons voorlopig in ieder geval redden. Water willen we morgen nog even naar kijken. Maar vanuit hier gaan we dus morgen vroeg eerst naar Animal Kingdom. Gaan we gewoon de bus pakken, gaan we het park in. Nadat we 's middags het park uitgegaan zijn, gaan we terug naar het hotel. Het All Star Music Resort. Checken we daar in. Gaan we ons daar settelen. Want daar blijven we dus 8 dagen. En als we ons daar gesetteld hebben, dan gaan we eventjes gauw naar de Walmart. En daar willen we dus, zoals ik eerder zei, een beetje kwark met wat muesli. Zodat we in ieder geval 's ochtends een ontbijtje kunnen maken zelf.